Broskies, welkom bij de allereerste aflevering van de FC 24 FC Barcelona Career Mode. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent. Belletje aan. Broskies, jullie hebben het goed gezien. Giovanni van Bronckhorst is de nieuwe trainer van FC Barcelona. Voor de mensen die het nog niet weten, maar in real life. Xavi, de coach, de trainer van Barcelona op dit moment. Gaat aan het einde van het seizoen weg bij Barcelona. Dat betekent, Barcelona heeft een nieuwe coach nodig. En sinds Giovanni van Bronckhorst heeft gespeeld bij Barcelona, denk ik dat hij de perfecte kandidaat is om Xavi op te volgen. Dus, Barcelona heeft een nieuwe coach, my guys. Giovanni van Bronckhorst. Nogmaals, dit zijn mooie beelden. FC Barcelona opgewonden over de toekomst met van Bronckhorst. Nou ja, we gaan ook meteen kijken. Kijk, deze aflevering wil ik mij voornamelijk gaan focussen op het elftal en de instructies. Tactieke doelstellingen. En dan volgende aflevering gaan we onze eerste aankoop doen. Kijk, we gaan even kijken. Ter Stegen. We hebben Balde, Martinez, Araujo, Cancelo. De Jong is natuurlijk... Ik wil gewoon van Frenkie de Jong de aanvoerder maken. Ja, we gaan dat wel doen. In ieder geval Gavi. Kijk in het middenveld dan. Frenkie de Jong, Pedri en Gavi. Zoveel talent. Maar in real life, het gaat... Ja, oké. Ze hebben eigenlijk... Xavi gaat dan weg daar, maar... Ze waren vorig seizoen wel landskampioen, weet je. Torres is eigenlijk voor mij een... Ik ga nog niks zeggen. Torres, Lewandowski, Rafinha. Dit zijn de elf. Hebben we João Felix, is geleend van Atletico Madrid. Dan hebben we talent Vitor Roque, Romeu, Koundé op de bank. Ik heb gekozen voor Araujo en Cancelo. Kijk, Koundé kan ook spelen op de plek eigenlijk van Martinez. Misschien is dat eigenlijk wel handiger. Maar ik wil eigenlijk gewoon een linkspoot hebben daar, weet je. Een linker centrale verdediger. Christensen... Roberto, Peña en dan hebben we nog Gundogan, Alonso, Val, Fermin, Alarcón, Cuellar, Garrido. Die namen, hou maar op. Casado, Ford, Guyu, bro. Prim, Gubarsi, LOL, Faye, Victor, Astralaga. Maar we gaan natuurlijk wel een paar, kijk, we hebben te veel spelers. Er zitten wel een paar tussen. Kijk, Fermin bijvoorbeeld. Er was nog eentje, volgens mij. Maar. Sowieso Guyu. Maar volgens mij ook Casado. Ik weet of. Volgens mij Casado. Gaan we zo even bekijken. Kijk, Peña die ga ik. Kijk, sommige spelers ga ik gewoon niet verkopen. Dat zijn gewoon. Weet je, kijk, Roberto bijvoorbeeld ga ik sowieso never nooit verkopen. Peña is gewoon een bank zitten bij mij. Maar er zijn ook een paar spelers die we gewoon moeten verkopen. Het eerste wat we gaan doen, kijk, dit is de formatie. Dat wil ik gewoon zo houden, want Barça speelt gewoon 4-3-3. Maar we gaan naar het eerste wat ik denk ik, het belangrijkste is denk ik toch wel eventjes. Waarom zat ik na te denken? Tiki-taka natuurlijk. Druk naar fout tegenstander. Dit wil ik eventjes zo laten, maar dan moeten we gewoon eventjes een paar wedstrijden spelen. Langzame opbouw, kansen creëren. Oh, je kan alleen gebalanceerd. Oké, volgende. Kijk, dit vind ik nu wel goed, tiki-taka. Rollen, aanvoerder, kijk, dit gaan we ook moeten beslissen samen. Instructies is belangrijk. Kijk, Lewandowski moet in het centrum blijven. Hij mag ook gewoon voorin blijven. Dit staat wel goed, hè. Overlappen. En jullie mogen niet mee naar voren. Frenkie de Jong. In het echt gaat hij ook gewoon mee naar voren. Dus eigenlijk wil ik dat gewoon niet veranderen dan. Vrij spel. Midden. Laten we dat doen. Pedri. Gavi. Wil ik eventjes zo laten. En eigenlijk is dit wel goed. Ja, maar we moeten dus als eerste dit gaan doen. Zullen we eerst ultra verdedigen doen? Laten we dat doen. Dan weten we ook meteen wat we dan iets minder verdedigen. Kijk, dat is gewoon 5 verdedigers voor mij. Of 6. Weet je? 5-3-2. Ja, maar dat is wel... Ja, dit is hem. Maar dan ga ik het nog gekker maken. Want... even kijken. Dan ga ik dit doen. En dan gaat... Gewoon. Wacht. Kan je even. Kan iets verder? Wacht. Eigenlijk. Want hij moet. Dat is niet wat ik wou, hè? Wacht hoor. Ik wil even wat veranderen. Want Frenkie moet eigenlijk gewoon een CVM zijn. Maar hoezo lukt het niet met deze formatie dan? Moet ik het opnieuw doen? Kijk, nu staat hij op CVM. Bizar, oké. Dan gaan we even opnieuw proberen. Kijk. Jij. En dan wil ik eigenlijk, kijk, eigenlijk wil ik dit doen. Je moet eventjes hier snel en dan kan jij ertussen. Je gaat ertussen, ik zag het wel. Juist. Dan doe ik dit.
En dan dit. Ja, toch? En volgens mij... achterblijven. We gaan dan ook gewoon niet naar voren gaan. Dat lijkt me wel verstandig. Achterblijven. Even kijken. Achterblijven, P3. Wacht hoor. Gaan we de verkeerde kant op achterblijven. En dan verandert hier. Kijk, jij mag wel gewoon voorin blijven. Dat verandert niet. Torres. Jou geef ik dan vrij speel. Dat is wel interessant. Ja, kijk, die hebben we die dus gehad. En dan moeten we dus naar die volgende gaan. Dat is minder verdedigend. Dan zit ik te denken... Wacht even. Opstelling. We hadden dus net 5-4-1 of zo. Nee, 5-3-1-1. 5... Zoiets, hou. LOL! Dus, ik zit te denken aan... Ja, iets minder... Ik had ook deze kunnen doen, of niet? Ik heb dus niet mijn eigen zitten maken, maar dit lijkt erop... Bro. Maar dan gaan we dus even kijken. 5... Ja... 5-3-2? Dat is deze. Dat is deze. Ik vind het wel... Ja, ik vind het een goede trouwens. Want dan heb je toch wel iets meer aanval. Dit is perfect! Belangrijkste is natuurlijk dit. Jullie gaan gewoon voorin blijven met z'n tweeën. Dat sowieso. Kijk, en dan ga ik de rest ga ik gewoon zo laten. Misschien Frenkie dan in deze... Maar eigenlijk, ik wil... Maar niet... Nee, wacht. Niet wanneer we deze tactiek... deze instructie bedoel ik. En we gaan... Dit moet gewoon normaal blijven, hè. Ja, je moet wel midden... achterblijven. Ik denk dat we dit zo gaan doen. Ja, jullie mogen de flank mag wel weer aanvallen, want dat is iets meer, iets minder. Oké, we gaan naar het volgende en dan gaan we naar ultra aanvallend. Ja, dan moeten we gaan kijken. Wat is ultra aanvallend? Dat is gewoon echt waar, gewoon echt sowieso 4 aanvallers. Ja, maar dat is deze. Maar dan wil ik eigenlijk het middenveld vind ik daar gewoon wachten. Weet je, Koende, ik ga dit doen dan, want ik vind aan de andere kant. Maak een blok dan. Achterin. Maak gewoon een blok. Bam. Kan jij ertussen? Ga normaal doen, hè? Hij kan er gewoon niet tussen. Ja, maar als ik dit ga veranderen, krijg ik hem niet meer als CVM. En dat is wat ik dus eigenlijk wil voorkomen. Want je bent CVM. Ja, CVM. Hoezo? Dat is tegen. Kan ik jou niet voor. Wacht. Dit is ultra aanvallend eigenlijk. Dus we hebben eigenlijk geen CVM nodig trouwens. Zit ik ineens te denken. Ah, dat komt goed. Dan doen we dit dan. Zo. Cancelo. Ja, ik moet dit eigenlijk niet gaan veranderen. Want dan verander ik alles. Wacht. Bam. Bam. De Jong... Balde, Arago, ja, maar Koende moet natuurlijk achterin. Dan heb ik het al, dan verander ik al heel veel verschillende dingen. Jullie kunnen allebei... Ja, oké, dit kan op zich wel. Het is alleen maar voor ultra aanvallend, hè. Instructies, had ik dat al gedaan? Instructies. Centrum. Centrum, voorin blijven. Voorin blijven. En dan voor de rest ga ik het wel zo laten. Ik denk dat dit wel perfect is. Gewoon 4 aanvallers... 3 middenvelders, 3 verdedigers. En dan als laatste, aanvallend. Dan moet ik even gaan kijken. Wat hebben we nog meer voor opstellingen dan? Even kijken. Deze is wel een goeie. Deze is ook wel aanvallend. Ja, man. Ja. Kijk, maar dit bedoel ik. Waar is Balde? Balde, ja, maar dat kan wel. Ravinha ook. Dit is goed. Dit is wel goed. Ja. En dan voor jullie hetzelfde. Voorin blijven. P3. Ik geef... Wacht. Eigenlijk wil ik dit veranderen. Wacht. Maar dan moet ik... Nee. Dan doe ik het gewoon zo. P3, dan gewoon vrij rol. Wow. Vrij speel bedoel ik. Ik denk dat dit het is. Ja toch? Volgende wat ik ga doen, want we hebben natuurlijk La Masia. Dus hopelijk hebben wij een scout. Om meteen 5-5-5. Hoezo niet dan? Gelukkig, maar ja, we betalen dan even kijken. 1,7 mil. Humberto Perez is de naam. Hebben we meteen nog meer?
We hebben 198 mil. Dat... We zijn echt wel rijk. We hebben natuurlijk ook doelstellingen. Laten we dat even gaan bekijken voordat we gaan naar de spelers die ik op de lijst heb gezet. We beginnen bij jeugdafdeling. Korte termijn. Contracteer minimaal 3 spelers jonger dan 20 jaar met een potentieel dat groter is dan de gemiddelde algemene beoordeling van de huidige spelers op dezelfde positie. Die zin moet ze echt verkorten. 3 spelers jonger dan 20 jaar met een potentieel... We hebben La Masia net opgestart. Nee, nog niet, maar die scout is... We hebben een scout, oké? Naamsbekendheid. Haal 10 overwinningen in de competitie. Gaat 100% gebeuren. Teken een contract met 3 spelers die geboren zijn in Noord-Amerika. Weer... moet ik gaan kijken weer naar vrij spelers? Ik vind dat een beetje... Snap je wat ik bedoel? Maar we weten sowieso dus Mexico en die andere. Ik kan scout gaan kijken. Canada sowieso. En was nog één land. Maar nee, luister dan. Lange termijn. Dit is lange termijn. Dus dat is niet... Nog niet... Deze is belangrijk. Kritieke prioriteit. Korte termijn natuurlijk. Win de competitie en win de beker. Het gaat lastig worden. Want ja, zoals je weet... Barça in real life, het gaat niet echt lekker. Girona doet het goed, Real Madrid op 1. Atletico doet het ook heel goed. Internationaal succes, win de Champions League, dat meen je niet. En het is kritisch, hè? Dus als we die niet halen, dan kunnen we dus weer ontslagen worden. Net als dat ene seizoen toen ik was ontslagen. Kijk, ik heb dus een paar spelers op de lijst gezet. We hebben Gundogan. Met alle respect, hij is 32, maar dat is niet eens het grootste probleem. Hij is heel... Langzaam. En ik weet wat je denkt. Ja, maar hij heeft nog steeds 86 algemeenheidskwaliteit. Maar hij past niet in het plaatje van Gio. Hetzelfde geldt voor Robert Lewandowski. 34, 90 algemeen. Maar in real life, het gebeurt gewoon niet, weet je. Romeo. Op het lijstje. Christensen op het lijstje. Rafinha op het lijstje. Torres op het lijstje. Torres twijfel ik een klein beetje over. Want eigenlijk, kijk, hij is een Spanjaard echt gezicht. Dus eigenlijk wil ik dat niet doen. Dus het kan zijn dat ik hem wil ervan afhalen. En heel misschien haal ik ook Romeo eraf. Want het zijn gewoon Spanjaarden met een echt gezicht. Dat is, weet je. Koundé. Ik ga je eerlijk zeggen. Ik heb een andere speler in gedachten. Cuellar, Casado, Alcaron, Garrido, Astralaga, Cubarsí, Ford, Prim. Ik weet niet eens of ik die naam goed uitspreek. Maar goed, dit zijn dus de spelers die we uiteindelijk gaan verkopen. Min Romeo en Torres. Ik wil dat eigenlijk niet doen. Maar ja, we krijgen dan ook Ansu Fati terug. En dat is ook wel een heel groot talent. Dus we moeten wel die keuze gaan maken. Maar ik zit wel te... Nee, hij gaat het wel doen. Ja, hij gaat wel... Ik ga Torres wel gewoon verkopen. Want ik heb spelers in gedachten die... Nee, man. Romeo ga ik wel... Wil ik wel houden. Ja, hij kan wel handig zijn voor op de bank. Waar is Romeo? Waar ben je? Hier. Van transferlijst. Kijk, Joao Felix. Ja, die gaan we ook niet overnemen. Ansu Fati. Ik moet je eerlijk zeggen, dat is iets raar. Hij 20 jaar, 78 algemeen. Ja, dat is wel echt jammer. Ja, Dest gaan we gewoon laten gaan wanneer hij terug is. Garcia is een speler die ik wel voor op de bank kan gebruiken. Lenglet gaan we gewoon verkopen. We hebben natuurlijk Vitor Roque, heeft zijn eigen gezicht. Araujo gaan we gewoon laten gaan. Torre is ook een speler op het middenveld. Die wil ik ook wel op de bank hebben. Ja, dit zijn spelers die we gewoon gaan laten gaan. Riyad, dat is niet zijn gezicht, toch? Nee, toch? Bruh. Ofwel? Ik heb geen idee. Maar 20 jaar 68 gaan we gewoon verkopen. Kijk, Fermin, 20 68 ook. Maar ja, dat is wat anders, weet je. Hij is een Spanjaard, echt gezicht. Alcaron niet, Estanis. Ja, jij. 19 jaar, 66 algemeen, speelt in Italië. Dat is opvallend, want normaal Spaanse spelers zie je niet heel vaak in de Serie A. En de rest weten we al, hè. Dus ja, en Victor, maar die gaan we ook verkopen. Dus dit zijn mijn plannen. Kijk, volgende aflevering gaan we onze eerste speler halen. En geloof me, dat wordt een hele gruwelijke transfer, maar guys. Trouwens, we gaan dus een paar nieuwe spelers halen. Wat ik wel kan verklappen, kijk, zoals ik al zei, Koundé, ik wil daar gewoon een linkspotige centrale verdediger hebben. Cancelo is een speler die ik ook wil gaan vervangen. Middenveld is perfect. Araujo, gruwelijk. Balde, gruwelijk. De keeper uiteindelijk.
Maar ja, dan kijk, Ter Stegen is een van de beste keepers. Dus dat is gewoon, weet je. Torres, maar dat weten jullie al. Torres is een speler. Kijk, ik heb voor die positie heb ik gewoon een andere naam. Lewandowski, hetzelfde als Torres. Dat is gewoon, weet je. Het is gewoon klaar, jongens. Het is gewoon klaar. Het is tijd voor een nieuwe spits. En ja, oké. Okay, en ik weet wat je denkt. We hebben natuurlijk ook Vitor Roque. Maar die is nog niet klaar voor het echte werk. Ik denk, de speler die ik ga halen, die is... Maar ik denk ook in real life dat hij... Hij past wel bij Barca. In ieder geval, Rafinha, ik ben geen fan van Rafinha. Dus broskies, dit is ook meteen het einde van de aflevering. Ook voor deze serie geldt hetzelfde. Als je een seizoen 2 wilt, vergeet dan niet om een duimpje omhoog achter te laten. Als elke aflevering van seizoen nummer 1 100 likes heeft bereikt, komt er sowieso een seizoen 2. Sowieso. En natuurlijk, als de aflevering dezelfde dag de 100 likes heeft bereikt, dan upload ik de volgende aflevering 100% volgens schema. Broskies! I'm Outski. Wanna catch in my photos where you go. Every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm.